van hoe het allemaal is naar de dood. Praten zijn voor niks. En als het niks is, dan heb je toch een fantastisch leven gehad. Met ja, maar dat is... Dan zou je somber zijn. Kom op. Nee, maar ja, ik ben... Nee, niet somber. Ah. Maar het, juist dit leven, dit is het paradijs. Ja, de hemel is weer gedaan. Ja, de hemel, daar weten we allemaal niet mee. Ik ben ook wel engel, maar je bent ook zo lief. Daarom heb je dat verdiend. Maar ik heb het ook heerlijk naar mijn zin. Maar de berichten zijn uitermate gunstig. Van onze gestorven vrienden. En dat zijn er heel veel. Ik bedoel, Oké. Zijn er al 80. Nou, ik was laatst bij een lezing van een hoge priesteres. Die weet ik veel ingewijd in de mysterieën van Isis. In Engeland heb je zo'n school. Een Harry Potter-achtige school, maar dan serieus. Nou ja, die vertelde een verhaal, jongen. Echt fantastisch. En ik zat te trippen. Ik keek naar haar en ik dacht, wow, she is for real, man. Ja, het was geen kattendrek. En dat was echt de oude mysterieën die duizenden jaren onderdrukt zijn. Yeah. En ja, ze schrijven het dat gewoon. En ja, maar dat is gewoon for real. Yeah. Ja, en wij en ik ook. Oh. Maar ben benieuwd. Het is tijd. Het is sluitingstijd. Eindelijk. Maar ik heb geen hap in huis. Het is tijd, de winkels sluiten. Maar ik heb nog niks gekocht. Het is tijd, de bar gaat dicht. Wil ik me nog niet dronken? Er is geen tijd meer. Maar er is nog niets bewezen. Het is tijd. Hoog tijd. Maar ik ben nog niet gelukkig. Het is tijd. De tijd is om. Maar ik heb nog niet geleefd. Het is tijd. Geen tijd meer. Voor de laatste ronde. Het is tijd. Geen tijd meer. Het is tijd. Geen tijd meer. Geen tijd meer. Dat betekent eeuwigheid. Yeah.